Yo. En welkom bij een nieuwe aflevering van Bottoms Up. Vandaag hebben Kenneth en ik terug twee vrij populaire bieren mee wel. Kenneth, wat heb jij vandaag van Ja, ik heb een van de bekendste blonden mee en eerlijk gezegd ook wel een van de beste blonden mee. Heb jij weer een bruine mee? Ja, het populairste bruine abdijbier van België. Mag wel gezegd worden, het is misschien al een beetje bekender in het buitenland, maar toch niet altijd even gewaardeerd. Ja. Dus stel voor dat we eens proeven. Duvel is gekend van zijn serieus stevige kraag. En dat moet ook. Voilà, kijk je daar. Dat ziet er perfect uit. Voilà, ze. Ik heb vandaag een duvel mee. Het beste en meest gedronken bier waarschijnlijk. Allee, van sterke bieren in België. Ja. Het is van brouwerij Duvel Moordhat, die je misschien nog kent van mijn La Chouffe, dat ik was van Antwerpen, mee had. Ja, ja. En Jan-Leonard Moordhat heeft dat lang geleden, nog in de jaren 1800, gesticht. En het is een echte familiebrouwerij. Het is nu al ondertussen de vierde generatie die daar aan het hoofd staat. En wist je trouwens dat deze Duvel niet als Duvel werd gemaakt eerst? Nee. Eerst heette dat Victory Ale. Ja. Een ale, omdat het naar Engels model gemaakt was. En omdat met het einde van de Eerste Wereldoorlog dachten ze Victory Ale, dat is ons bier. Maar toen op een proefsessie in het dorp plots iemand uitriep, dit is een echte duvel. Dat werd de befaamde naam gegeven aan het bier. Maar, en dat was niet gemakkelijk in een katholiek land om een bier uit te brengen dat duvel. Zeker. Maar gelukkig heeft het bier het overleefd en kunnen wij het nu drinken. Ja. Ik heb een bruine leffe meegebracht. Het is genoemd naar de Abdij Leffe, het staat ook op het glas. En het is een dinant in de Waalse provincie Namen. Kan ik het drinken? Die smaakt. Ja, zo bier. Dus die Abdij heeft al veel watertjes doorzwommen. In de jaren 50 kwam het dan terecht bij Artois. Brouwerij Artois, gekend van Stella Artois, inderdaad, van de gewone pils. Die dan opgenomen is in de groep van Anheuser-Busch InBev, AB InBev. En daarom ook erg commercieel. En je smaakt dat er ook in. Het is vrij zoet. Het smaakt zo'n toets van karamel. En ook bruine suiker smaak je erin. En ik denk dat het een beetje zoeter gemaakt is om populairder te maken. In de landen waar ze niet zo, waar ze de bitterheid niet kennen in bier. Ja. Zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld, moet alles een beetje zoeter zijn. En Leffe wordt dan ook geëxporteerd naar daar. En naar het zesde andere land. Maar omdat het zo zoet is, wordt het ook veel gebruikt bij eten. In stoverij, zelfs bij visgerechten. Dus voor food pairing is het bijna perfect. Ja. En, omdat het zo'n vlot biertje is, is het ook leuk. Zeker in de kerstperiode, met een dekentje op je schoot, bordje kaas naast u, een beetje muziek op de achtergrond en een bruine leffe drinken. Ideaal. Klaas is echt een populair bier, maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb er nog nooit gedronken, bruine leffe. Ja, voilà. Dus het is tijd voor... Het is nog een extra troef. Dit jaar heeft bruine leffe een gouden medaille gewonnen. Op de World Beer Awards, dat is zo'n beetje de Olympische Spelen van bier. Ze hebben de eerste prijs gewonnen in de Belgian Style Double. En het is onder 799 brouwerijen is die eruit gekozen. Mooi. Dus fenomenaal. Het is wel sterk, ja. Het is fantastisch. Inderdaad, he? Heel zoet, hè. Ja. Ja, dat is ander bier hoor, Klaas. Gaat dat direct gesmaken. Het is ook in een speciaal glas. Duvel was een van de eerste die in een topvormig glas geschonken werd. Het is bitter. Heel bitter, hè. En het is ook speciale flesjes. En dat is tegen de zon, omdat duvel heel gevoelig is tegenover de zon. En heel snel verandert van smaak. Het is wel zo, eens het bier gebotteld is, is het nog lang niet klaar om gedronken te worden. Okay. Er wordt eerst nog, voordat het gebotteld wordt, wat extra gist en zo in. Ja. En dan volgt er een nagisting op de fles. Dan gaat het nog 6 weken in de koele kelders om te rusten en wat te rijpen. En pas dan kan je eigenlijk van drinken en te volle van genieten. Het is vrij lang voor een bier, maar goed, kwaliteit, dat mag lang duren. Hè. Dat is waar. En dat drinken we op die kwaliteit. Absoluut. Bedankt om te kijken terug. En cheers. Waarom zelf? Thank you.